Nee, ik ben Gideon van Filmon. Nou, wat je al zei, de conversie is er eigenlijk alleen maar geweest. Nee, laat ik even teruggaan nog. Jullie kwamen met een harddisk met de montage erop, die ook in Final Cut Pro is gemonteerd. Ja. Die codec die wordt door XCAM, of hoe heet het programma? XCAM Transfer wordt die ondersteund. Ja. Dat is een add-on van Sony voor Final Cut Pro. Microfoon ietsje dichter bij je. Oké. Ja, ik vind het zelf een beetje hard. Microfoon. Ja, ja. Die. Even kijken hoor. De. Het is al even terug. Die montage die hebben we op harddisk gekregen. Die hebben wij gewoon helemaal ingeladen. Die kon ik ook gewoon rechtstreeks openen in Final Cut Pro. Diezelfde montage heb ik eigenlijk weinig aan gedaan. Die heb ik met een Aja breakout box, heb ik die, op harde camazer heb ik hem in zijn geheel uitgespeeld. Op harde camazer hebben we hem daarna gewoon weer via Baselite met een DVS kaart hebben we weer ingeladen in Baselite. En dat was eigenlijk de stap meteen naar, van tape naar DPX. Wordt die geprint eigenlijk? Dank je daarvoor. Wordt die geprint op film nog? Voor? Vooralsnog niet. Dat was wel op een bepaald moment de bedoeling. Ik heb er ook al toen een offerte bij Filmore voor aangevraagd. Maar dit jaar was het eerste jaar dat Berlijn de films die geselecteerd werden voor het Forum op HD-CAM konden projecteren. Dus daar was geen print voor nodig. En dus krijg ik die ook niet van het Filmfonds. Anders had je die van het Filmfonds extra vergoed gekregen. Dus nu doen we het, en bovendien de projecties in Berlijn zagen er echt geweldig uit. Dus dat werkt daar wel. En hoe dat nu verder gaat, we zijn nu nog geen A-festivals tegengekomen die per se een print nodig hebben. Dus dat is nu een beetje, tegen dat probleem beginnen we aan te lopen, zeg maar. En is hij naar Berlijn wel uitgenodigd voor andere festivals? Deze film? Is hij uitgenodigd voor andere festivals naar Berlijn? Oh, gek word je ervan, ja. Hij is geselecteerd voor Kretij en daarna is er al een reeks van 10 andere festivals of zo. Dat is toch een prachtig resultaat? Ja, dat is heel leuk. Vragen? Ik heb nog een vraag voor Peter. Ja. Peter, hoe heb je die sneeuwscènes die je vak mag gekozen? Heb je dat met een grijskaart gedaan of heb je dat in het zoekertje bepaald? Nee. Is dat prijsgiet? Ik heb het. het is wel prijsgiet. Soms gaat het mis. Nee, ik heb het voornamelijk, in dat cameraatje zit een soort van spotmeter ingebouwd. Dus je kan in een klein veldje in je zoeker kan je heel nauwkeurig zien hoe hoog je videolevel is, hoeveel procent video. Het ding dat neemt op tot 109% video, dus je hebt wat meer speelruimte. Die heb ik ook allemaal benut en dat later in post weer teruggedrukt. Maar ik heb vooral mijn spotmetertje eigenlijk in de camera gebruikt en ik heb heel veel geklooid met de NIE-functie die op die verschillende waarden in te stellen afhankelijk van de scènes en afhankelijk van de inhoud en het type licht en zo. En heb veel gestoeid met een black gamma functie wat lijkt op een black stretch om toch, alhoewel er heel veel donkere scènes en donkere kleding in zitten, dat allemaal net nog zichtbaar te houden. Dat was het uitgangspunt dat je al die shades of black, dat je die nog overeind zou moeten kunnen houden. Wat is sneeuw goed voor video, waar je moet kijken hoe de sneeuw er goed eruit ziet. Ja, dat kan je kan dat dus heel goed kneden door. Je hebt een flink wat parameters in een menu waaraan je kan rommelen, om zo te zeggen. Er is meer gedaan dan alleen het diafragma goed kiezen. Ja. En nog even over dat, vooral bij die dames, die hadden soms hele bruinige outfits aan. Ja. Nee, dat was wel bruinig, dat was wel zwart, dus inderdaad tintjes zwart. Het zijn allemaal oude kostuums die al duizend keer gewassen zijn, bij wijze van spreken. Ik sluit niet uit dat er ook een fractie infraroodvervuiling bij is, overigens. Dat is heel mooi, hoor. Maar infraroodvervuiling verwacht je namelijk meer op kunststofmateriaal dan op gewoon getinte katoen. Dus ik ben er niet uit, dat infrarood. Probleem voor degene die het niet weet, veel videocamera's zijn ook infrarood gevoelig.
En infrarood is een kleur rood, die kan je met je menselijk oog niet zien meer. Het zit tegen warmtestraling aan. Maar deze camera is er ook gevoelig voor, dus ik heb er nu een filter voor gezet, zodat dat niet meer meewerkt. Maar dat is een risico. Red heeft hetzelfde probleem op een iets andere golflengte. Maar heel veel fototoestellen hebben hetzelfde probleem, dus het is niet uniek. Het zwarte kleding die er zo bruin uit moet zien. Ja, maar volgens mij had Sonja bewust gekozen voor niet echt zwart. Nee, dat klopt. Het is een bruin, donkerblauw, donkergroen aan het paars. Ja, dat klopt. Maar het lijkt wel die kant af en toe uit te gaan. Maar ik heb het vermoeden dat het niet werkt op katoen en normale natuurlijke kleurstof. Nee, de nachtscènes heb ik de latest, dat is de depth of field adapter eraf gehaald. Die neemt wel niet zo heel veel licht weg, maar reken toch maar een stop dat je kwijt bent. En voor die nachtscènes had ik werkelijk ieder spatje licht echt wel nodig. Het is overigens, zoals je ziet, veel met slow shutter effect gewerkt, omdat het anders eigenlijk te natuurlijk werd. De nachtscènes die rondom die hertogmannen zitten, dat zijn toch een soort van legende, niet helemaal werkelijke figuren. Dus ik wou daar een soort van look voor vinden die dat ook niet helemaal in zijn letterlijkheid liet zien. En dat kwam achteraf goed uit, want de volle maan die hebben we maar een paar keer gezien. Dus het kwam goed uit. Overigens, wat me daar stoorde, als je dat zo deed, ook flink wat gain toegevoegd, dus dat het flink raar gekorrelig werd, is dat je dus ook die korrel zo over het doek ziet schuiven in het slow shutter effect. Die korrel die heb ik ontkleurd, de kleur uit de korrel gedraaid geloof ik, en er een nieuwe korrellaag overheen gelegd die constant kriebelt, zodat je dat verspringen van de korrelstructuur een beetje verdoezelt. Ja. Werd het daardoor ook zwart-wit of niet? Nee, dat werd daar niet zwart-wit door. Nee. Er is wel heel duidelijk gekozen om het kleurpalet heel beperkt te houden en ook niet al te bont, dat lijkt me evident, maar ook in de nachtscène zit eigenlijk bijna geen kleur meer. De mannen hadden capes aan die echt donkerbruin waren, heel af en toe zie je er nog een zweempje van donkerbruin in die kleding. Het is ook net niet zwart, maar wel eigenlijk bijna helemaal. Dat was wel heel bewust om die tonen zo te krijgen. Ook bij de hele styling en het uitzoeken van kleding, het kiezen van decorstukken, het kiezen van de locatie zelf. Die locatie is al een honderden jaren oud huis waar daar stond. Die ruimte is inderdaad zo'n merkwaardige kleur blauw-groen geschilderd. Daar hebben we niets aan gedaan. Dat was prachtig eigenlijk. Het was een lastige locatie om uit te lichten, omdat hij zo hoog was. Dus je kon letterlijk niet veel licht ophangen of verstoppen. Dus het moest allemaal op de vloer staan. En we konden geen licht van buiten naar binnen laten vallen. Omdat het ongeveer 8 meter hoog was, die verdieping. En beneden lag meters dikke sneeuw. Dus daar kon je niet op een of andere manier geen stijger inzetten. Die tijd was er niet. De mankracht was er niet, dat hebben we gewoon maar vergeten. Dus hebben we het voornamelijk van binnenuit uitgelicht. Het hele part was daar, dat vond ik wel een mooi fenomeen, dat in die ruimte heel vaak het licht van beneden naar binnen valt. Dat kennen we hier niet erg. In sneeuwgebieden zie je dat natuurlijk heel logisch. De zon die, of het licht kaatst op de sneeuw en de sneeuw kaatst het van onder door de ramen naar binnen. Dus je hebt een hele andere lichtval dan wat je normaal gewend bent. Dat is heel erg grappig. Kan je heel kort vertellen wat voor lichtpakket je dan bij je had eigenlijk? Okay. Ook qua mogelijkheden, qua stroom op zo'n berg. Nou, er was zoveel stroom. Dat dorpje, dat wordt nog bewoond. Er wonen nog 7 oude mensen, geloof ik. Als die gingen koken, dan konden wij niet meer filmen. Dus zoveel licht hadden we mee. Dan kan je nagaan hoeveel licht het is. Ja, wat hadden we? Nick, weet jij nog precies wat we hadden? Jij weet het vast uit je hoofd. Nick was een gaffer. Wel een 2,5 en 1200 en 5,5. Dat is toch bekend voor dit soort dingen.
En wat kinoflows en wat Refight hebben we een paar keer aangestoken en nog wat klein gloeien. Veel practicals. Er is heel veel uitgelicht met practicals. Eén lamp boven de tafel. En op handige plekken reflectie, piepschuim of folies, spiegelfolie zo. Dus dat is echt heel bescheiden. Zijn er nog vragen? We kunnen ook geluidsvragen stellen of dat. Geluid heeft ook een vraag.